Erwin van der Looij, wat is voor Heracles Almelo het verschil tussen PSV en SC Utrecht? Nou, ik denk wel gewoon een andere wedstrijd. PSV heeft natuurlijk heel veel individuele kwaliteit. Twente heeft ook een goede ploeg, of Utrecht heeft ook een goede ploeg hoor, daar niet van. Maar natuurlijk niet de extra kwaliteit die PSV al wel het hele seizoen laat zien. Zeker aanvallend. En ik hoop dat het verschil gaat worden dat we in ieder geval met 11 man blijven staan. Uit jouw woorden maak ik op dat er meer kansen zijn tegen SC Utrecht als afgelopen zaterdag tegen PSV. Vrijdag. Nou ja, op papier zou je dat zeker zeggen. Maar voor ons hebben we nog 12, 13 wedstrijden. Zijn het allemaal pittige wedstrijden. Dat heeft ook een thuiswedstrijd tegen Vitesse bewezen. En ook een thuiswedstrijd tegen Volendam. Dus dat is ook niks anders dan anders. Maar ik had ook het gevoel dat er tegen PSV kansen liggen. Op het moment dat we zeker in het begin met 11 tegen 11 speelden. Dus ja, doodzonde dat je dan met 10 man door moet. Vanavond is die behandeling met Limbombe. Betekent dat je hoopt, of eigenlijk verwacht, dat daar een gunstig resultaat uitkomt? Ja, het is natuurlijk een beetje krom. Hè? Want je speler krijgt een rode kaart die zeer discutabel is, denk ik. In de ogen van zo'n beetje iedereen die er wat van vindt. Doet 75 minuten in die wedstrijd niet meer mee. En vervolgens mag hij nog 2 wedstrijden niet meedoen. Ja, dat is best veel. Dus ik ga ervan uit dat daar wel wat aangepast gaat worden. Dus dat betekent dat hij in feite, als dat zo door blijft gaan, dat hij 3 wedstrijden er niet bij is? Nou ja, als het blijft staan, 2 wedstrijden, dan betekent dus dat hij voor 1 zo'n actie dus 3 wedstrijden niet mag spelen. Ja, dat is best veel, ja. Goed, de wedstrijd tegen FC Utrecht. Hoe kijk je naar de ploeg FC Utrecht? Want die zijn natuurlijk wel bezig met een record. Ja, die zijn bezig in een hele goede reeks. Met overwinningen, maar ook met veel gelijke spelen in die reeks. Dus, maar wel ongeslagen. Ja, het is gewoon een ploeg die, denk ik, aan het begin van het seizoen zwaar ondergepresteerd heeft. En daarom onderin heeft gestaan, wat trainerswissels heeft gehad. En nu gewoon, denk ik, op niveau spelen. En zich ontwikkelen waar ze horen, denk ik, tussen plek 6 en 8. Betekent wel dat je, hoe dan ook, morgenavond op het volst van de snede moet spelen. Ja, maar dat is in de Eredivisie moet je dat altijd. Dus dat is niks nieuws. Dat is wat ik net ook zei. Voor ons en alle tegenstanders zwaar. Maar dat geldt ook voor iedereen die tegen ons speelt. Die krijgt het zwaar om de wedstrijd van ons te winnen. En zo simpel is het ook. Hoe staat je team ervoor? Goed. Ik vind dat we een goede week hebben gehad. Dus we hebben goed getraind. We zijn goed door de wedstrijd van PSV heen gekomen. Alleen Thomas Bruns is daar afgehaakt met een blessure. Dus die is heeft deze wedstrijd niet kunnen halen. Stijn Bultman is ziek, dus die is ook afgehaakt. En voor de rest is iedereen erbij. Dus dat betekent dat je morgenavond eigenlijk, als je dan even meer rekent Leerdam, dat je op volle sterkte kunt spelen. Ja, nou Kelvin sluit voor de eerste keer aan. Dus die is bij de selectie, dus dat is voor ons hartstikke goed. We hebben hem natuurlijk erbij gehaald en had wat achterstand, maar hij heeft het snel ingehaald. En we moeten hem ook gewoon gaan gebruiken nu. Hoeveel steun hebben jullie in het veld, of jij op de bank, van de enorme supporterscharen die altijd meegaat? Ja, dat is mooi. Dat is gewoon echt top. Dus maar dat geldt ook hier thuis. Sowieso, ik heb het al vaker benoemd, de steun van de supporters, dat voel je gewoon als je ergens komt. Maar dat voel je ook als je hier thuis speelt. Dus dat geeft altijd een lekker gevoel. Daar zijn we best blij mee, hoor. 22 punten op dit moment. Je hebt er 35 nodig. Nou ja, dat zou kunnen. Dan weet je nooit natuurlijk precies hoeveel je er nodig hebt aan het eind van de rit. Maar we willen ze zoveel mogelijk halen. En we bekijken het wedstrijd voor wedstrijd. En we weten dat we nu een aantal pittige wedstrijden hebben de komende tijd. Afgelopen week natuurlijk ook al met PSV uit. Dus het gaat ook om vooral beter worden als team. Nu Kelvin weer erbij, dus de groep wordt weer iets sterker. We moeten ons weer ontwikkelen. Nou, in die fase zitten we ook nog een beetje. Zodat we zeker ook richting het eind van de competitie zoveel mogelijk punten gaan pakken. Wat zou het mooi zijn als je voor een stunt kunt zorgen morgenavond? Nou, dat is zeker. Dat zou wel heel lekker zijn, ja. En daar gaan we ook zeker voor. Dus ik vind er is, nogmaals, er is goed gewerkt. Er is vertrouwen in de groep. Er is vertrouwen in wat we aan het doen zijn. Dus het moet nu ook een keer uitbetaald worden in punten. Ik wens je alle succes. Dank je wel.